We zijn in het erfgoedcentrum in Rozet. Mag ik, Jan de Vries, historicus hier in Arnhem, een presentatie geven over het coronavirus, het COVID-19-virus. Maar wat heeft dat met geschiedenis te maken? Omdat natuurlijk in het verleden al veel meer pandemieën hebben plaatsgevonden. Op de wereld, in Nederland en in Arnhem. Bijvoorbeeld in de jaren 80 van de vorige eeuw schilderde Arnhemmer Maurits Verheul deze prachtige tekening waarin de dood cholera rondwaart door de stad en door de streken van Gelderland. De cholera hakte er stevig in, net als nu de COVID-19-virus. Maar er zijn natuurlijk meer pandemieën geweest waarvan de pest en de Spaanse griep wel de bekendste zijn. U moet dan wel onderscheid maken tussen dat het verschillende soorten ziekten zijn. U ziet hier op het scherm dat we een bacteriële infectieziekte hebben en meer een virusziekte, waaronder ook de Spaanse griep en het COVID-19, wat in feite een griepvirus is, eigenlijk toebehoren. Maar de cholera en de pest, dat zijn eigenlijk bacteriële ziektes die door een bacil worden veroorzaakt die het lichaam binnendringt. Het duurde nogal een tijdje, en voor de pest al heel lang, want we kennen vooral de zwarte dood van de 14e eeuw, voordat ontdekt werd wat nu de veroorzaker was van die ziekte. En bij de cholera ziet u de naam John Snow staan, en dat was een arts in Londen die ontdekte dat rondom een waterpomp in Broad Street, in het hartje van Londen, dat daar de meeste slachtoffers vielen. En hij ontdekte toen, het moet wel besmet water zijn die eigenlijk de dood veroorzaakt van de vele slachtoffers in de stad. Nog meer gaat het erom, je ontdekt misschien wel de oorzaak, maar is er ook een remedie voor? En eigenlijk is tegen de pest nog steeds geen echte remedie. Het wordt nog steeds behandeld worden met antibiotica. De beroemde Robert Koch, die ook de penicilline ontdekte, die ontdekte ook het virus tegen de cholera-epidemie. En in 1940 pas ontdekten zowel teams van de Verenigde Staten als de Sovjet-Unie bijna tegelijkertijd het middel wat hielp tegen de Spaanse griep. En nu zijn we deze maand verblijd met het bericht dat Pfizer en misschien ook de Russen en de Chinezen ook een vaccin hebben ontwikkeld waarmee we hopelijk een eind maken aan de pandemie van het coronavirus. Maar hoeveel slachtoffers hebben die verschillende pandemieën nou geëist? Nou, van de zwarte dood, van de pest, hebben we geen exacte gegevens, maar we schatten dat zo'n 30% van de Europese bevolking is overleden aan de pest. U ziet bij cholera, Spaanse griep en het COVID-19 dat dat een stuk minder is. En dat we eigenlijk in percentages gezien een redelijke ziekte, als die nu, waar we nu allemaal bang voor zijn, het coronavirus, dat het in percentages nog een stuk minder is dan de vorige ziektes. In absolute aantallen, omdat natuurlijk de bevolking is gegroeid, maakt het aardig wat slachtoffers, maar percentueel gezien hakte de cholera en de Spaanse griep er veel sterker in qua dodelijke slachtoffers. Maar hoe zat het dan in Arnhem? En dan zien we wel één verrassend getal. Bij de Spaanse griep en de corona houdt Arnhem eigenlijk gelijke tred met Nederland. Niet meer en niet minder. Maar in 1866 bij de cholera-epidemie, procentueel gezien, waren in Arnhem veel meer slachtoffers dan in Nederland. Er was dus in Arnhem iets bijzonders aan de hand als het gaat om die cholera-epidemie. En daarom zal ik dat straks nader toelichten. Met die Spaanse griep is ook nog iets bijzonders aan de hand. We weten eigenlijk niet precies hoeveel mensen er daaraan overleden zijn. Je kunt wel zien aan de registers van overlijden van Arnhem dat die van 1918 veel dikker is, dat boek, en veel meer overlijdensgevallen kent dan de jaren daarvoor. Maar wat niet op het plaatje staat, is het register van overlijden van 1920, waarin nog meer mensen zijn overleden. Want behalve de cholera stierven ook heel veel mensen aan de mazelen, aan de difterie, aan de pokken. Elke ziekte was eigenlijk dodelijk in, zeg maar, de situatie in de 19e eeuw, toen de hygiëne en de medische voorzieningen nog niet zo up-to-date waren. Pas bij die sanitaire hygiënische revolutie, die aan het eind van de 19e eeuw inzet, kunnen eigenlijk die ziektes eens en voor altijd bestreden worden. Maar u ziet, wat er uitspringt is die cholera-epidemie van 1866. En daar gaan we nu wat nader op inzoomen. Mag ik u voorstellen,
Aan Johannes Jacobus Woltersom, de Jaap van Dissel van het Outbreak Management Team Cholera 1866. Hij had een praktijk in Arnhem aan de Walburgstraat. En dat was volgens de advertentie daar rechtsonder een van de beste standen van Arnhem waar je kon wonen. Aan de markt, in het centrum, in een herenhuis wat in 1898 is gesloopt voor de uitbreiding van het stadhuis. Hij was eerst arts geweest in het leger, maar begon een praktijk in Arnhem en daar maakte hij al snel carrière. Hij werd geneesheer directeur en van het net gebouwde nieuwe gemeenteziekenhuis aan de Eusebius Binnenzingel, helemaal verwoest natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog, werd hij daar geneesheer directeur. Maar dat stadsziekenhuis, dat stedelijk ziekenhuis, stond helemaal niet zo goed bekend. Het was het Armeluisziekenhuis. Zoals je ook ziet aan het bedankbriefje in de Arnhemse krant van mevrouw Waas, die voor het aanbrengen van een kunstbeen door dokter Woldersum en het bedrag wat zij toegestopt kreeg van de dokter, ja, eigenlijk zeg maar gered werd. Je wilde eigenlijk niet in het stedelijk ziekenhuis liggen. Dat was het Armeluisziekenhuis, waar de verzorging niet al te best was. En pas in de jaren 20, richting de verhuizing van het, naar het gemeenteziekenhuis op Kranenveld in de jaren 30, wordt eigenlijk die positie van het stedelijk ziekenhuis vergeleken met de meer confessionele ziekenhuizen, Elisabethgasthuis, Diaconessenhuis, wat beter. Woltersum als stadsgeneesheer is ook verantwoordelijk voor de algehele gezondheidszorg in Arnhem. En dan breekt de epidemie van 1866 uit. Hij schrijft daarover een dik rapport. Dat verschijnt in een samenvattend verslag van heel Gelderland. Dan moeten alle artsen van alle steden moeten aangeven van hoe is het nu met die cholera verlopen. En Arnhem neemt daar de zeg maar meeste grote plaats in. Meer dan 30 bladzijden schrijft Woltersum over die oorzaken. En hij weet het eigenlijk niet. Hij zegt, het is raadselachtig hoe de ziekte hier is gekomen in juni 1866. En het is even raadselachtig hoe die weer is verdwenen. Hij citeert in zijn verslag wel de meest fantastische wetenschappelijke artikelen uit Frankrijk, uit België en uit Engeland over wat nu de oorzaak zou zijn van de cholera. En zoals we ook altijd bij COVID-19 in discussie waren, was in die tijd ook al. Hij denkt, het zou misschien wel een smetstof kunnen zijn die via het voedsel, besmet voedsel, het lichaam binnendringt. Of het zou via de lucht kunnen, wat we nu ook hebben met het COVID-19-virus. Wat hij nog niet weet en wat hij ook nog niet citeert, ja, is het onderzoek van Snow uit 1854, waarin eigenlijk al is aangetoond dat cholera via besmet water de veroorzaker is van de ziekte. Daar heeft Woltersum het niet over. En we zullen zien dat dat ook een van de redenen is dat eigenlijk die cholera in Arnhem en ook in heel Nederland zoveel slachtoffers kan maken. Ze wisten de oorzaak nog niet. Wat wel duidelijk is, dat met name in de armere wijken, in de armere delen van Arnhem, dat daar de meeste slachtoffers vallen. En in die armere wijken, daar is ook de dronkenschap, het gebruik van alcohol, veel sterker dan in de wat beter gesitueerde wijken. Dus hij constateert ook, Woltersum, het zijn met name de armere volksklassen, onder de dronkaards, vrouwen niet uitgezonderd, die als slachtoffer vallen. Op één bevolkingsgroep na. En dat zijn de Joden. Eigenlijk gaat de cholera aan de Joden voorbij. Dan schrijft hij iets interessants. Dat komt misschien door de spijswetten die de Joden hebben. Het koosjere eten wat zij doen. En die hygiëne die zij betrachten. En wat doen de Joden vooral? Die wassen hun handen. Net als wij nu onze handen steeds moeten wassen met het COVID-19-virus. Dus de parallellen tussen nu, 2020 en 1866, die zijn verrassend groot als het gaat om de oorzaak en het bestrijden van de ziekte. Wat moet er volgens Woltersum gebeuren? De overheid moet ingrijpen. De overheid moet zorgen dat de basisvoorzieningen van woningen, van gezondheid, van hygiëne op orde zijn. En de regie die de overheid nu al veel sterker heeft genomen, ja, die zou nog verder in de ogen ook van Woltersum van 1866 doorgezet kunnen worden. We kunnen het niet meer aan individuen en aan particulieren overlaten. De overheid moet hier de regie invoeren.
Maar laten we dan eens kijken hoe het zit met die watersituatie in Arnhem in 1866. En er bestaat een hele fraaie kaart uit 1872 met alle openbare waterpompen in Arnhem. Openbare waterpompen, want wat rijkere mensen hadden natuurlijk ook een particuliere waterpomp in hun tuin of op een erf staan. En er zijn er in totaal 48 in Arnhem verspreid over de hele stad. En daar halen de mensen hun water vandaan. Nou, hoe is het daarmee gesteld? Dit is een kaartje van een onderzoek die is gedaan na die cholera-epidemie van 1866. En hoe donkerblauwer de kleur, des te meer slachtoffers heeft het geëist per 1000 inwoners van die straten en van die wijken. En u ziet met name, de cholera-epidemie van 1866 heeft 428 doden geëist, waarvan de meeste zijn gevallen in de sloppenwijken, in de krottenwijken, in de armoedigste buurten van Arnhem. Waar waren die in de binnenstad? In de Langstraat en in de Weertjes, langs de Jansbeek, langs de vroegere stadsmuren. Ja, met name langs de Jans-Langstraat. Hè. Achter de fraaie heerhuizen stonden allemaal armoedige arbeidershuisjes. Daar sloegen toe. Op de Rietenbeek, waarvan we net die bedankbrief zagen van die mevrouw aan dokter Woltersum. En op Klarendal, wat een grote arbeiderswijk was, met name losse arbeiders, dagloonwerkers die maar af moesten wachten of dat ze wat geld binnenbrachten die dag. En Klarendal was tot overmaat van ramp, was ook gesitueerd naast de vuilnisbelt, naast de mestvaalte. Eén keer in twee weken reden de mestkarren door de stad heen om het vuil op te halen en die werden dan vlak bij de Hommelseweg in Klarendal gestort. En dat was een van de dichtstbevolkte wijken van heel Arnhem. En dat zien we dat met name in die armere wijken, zoals Woltersum al in zijn verslag aangaf, dat daar de meeste slachtoffers vallen. Welke maatregelen worden dan genomen? Zodra het gemeentebestuur hoort dat in de omliggende landen, met name Duitsland en België, en in het westen van het land, Utrecht en Leiden, dat daar de eerste cholera-slachtoffers vallen, stellen ze een gezondheidscommissie in. En die gezondheidscommissie, dat zal de latere GGD worden. De GGD die nu, zeg maar, met de coronatestsnelstraten ons probeert zeg maar, te waarschuwen of wij besmet zijn. Maar de oorsprong van de GGD in Arnhem, in Midden-Gelderland, ligt bij de cholera-epidemie van 1866. Ze verstrekken middeltjes om de symptomen te bestrijden. Niet om de oorzaak weg te nemen, niet om je te genezen, maar om de symptomen van de ziekte te bestrijden. Want de cholera die gaat gepaard met hevig braken, overgeven, je kunt geen water binnenhouden, je kunt geen voedsel binnenhouden. Het wordt ook de Aziatische braakloop genoemd. En eigenlijk ben je binnen 3-4 dagen volledig uitgeteerd en ben je ten dode opgeschreven. En dan komt er een dokter, meneer Bleker, en die is in Indië geweest en die heeft daar een middeltje op de kop weten te tikken of weten het ontwerp eigenlijk, die volgens hem de symptomen van de cholera zou bestrijden. En dat is het zogeheten blekermiddel. En zelfs de geringe inlander, ja, de eenvoudigste Indonesiër, die zou ervan genezen zijn. Dat middeltje bestaat uit een aantal bestanddelen en het is eigenlijk een combinatie van een beetje methanol en een beetje ether, zowel verdovend als opwekkend, waardoor mensen zich beter voelen, waardoor de bloedstroom wat sneller op gang wordt gebracht, die de mensen in ieder geval een beter gevoel geven. Het heeft natuurlijk nooit afdoende gewerkt. Sommige mensen hebben er baat bij, daar knappen ze op, maar eigenlijk als middel voor bestrijding van de cholera heeft het geen fundamentele zoden aan de dijk gezet. Omdat ze niet weten wat de oorzaak is, maar ze wel denken van het heeft misschien iets met de hygiëne te maken, verordeneert het gemeentebestuur wel dat wat vaker de mest wordt opgehaald en dat de straten vaker schoon worden gemaakt. Maar u moet wel bedenken, dat gebeurt door een particulier bedrijf. De gemeente, we zitten midden in de liberale tijd en natuurlijk in 1870, die houdt zich verre van ingrijpen in de gezondheidszorg in de gemeente werken. En die particuliere aanbesteders, die willen natuurlijk maar vooral één ding, zo goedkoop mogelijk, zoveel mogelijk geld verdienen. En dan is die gemeentereiniging eigenlijk niet in hele goede handen.
Want die proberen dat zo snel mogelijk te doen. En ondanks de order dat ze dat vaker moeten doen, blijft er toch nog wel heel veel vuil op straat achter. En er worden 50 extra poeptonnen aangeschaft. Want wc's waren er in die tijd nog niet. Als je al een eigen wc had, als rijkere, dan poepte je in een ton en die werd één keer in de week opgehaald met de zogeheten boldoodkar. Want boldood is natuurlijk een soort eau de cologne wat heel erg lekker rookt, maar dat was natuurlijk de spotnaam. Die tonnetjes die werden opgehaald en die werden ook weer naar die mestvaalte in Klarendal gebracht. Omdat ze vermoeden dat hygiëne heel erg belangrijk is, besluit de gemeenteraad om 50 extra van die poeptonnen, de Vosmobiel, dat klinkt een stuk interessanter, om die aan te schaffen voor toch wel het aanzienlijke bedrag voor die tijd van 700 gulden. En voor een zuinig stadsbestuur vinden ze dat al een hele geweldige uitgave. Maar aan het water wordt nog niks gedaan. En dat is de daadwerkelijke oorzaak. Maar het gemeentebestuur zit niet stil. Wat er ook gebeurt, ook nu met COVID-19, wij mogen niet reizen. De buitenlandse grenzen worden gesloten om verspreiding van de ziekte te voorkomen. En zo mogen zelfs katholieke processiegangers niet meer naar Kevelaar om daar te bidden, om op bedevaart te gaan. De Pruisische grenzen, want Duitsland bestaat nog niet, in 1866, daar moeten we nog 5 jaar op wachten, ja, worden de grenzen gesloten. Welke effecten hebben nou die cholera-epidemie gehad? Wij zijn nu, zeg maar, afhankelijk van het RIVM, van de GGD, hoe die met een epidemie omgaan. Maar die epidemiewet, waar dat op gebaseerd is, die komt uit 1872 en is gebaseerd op de ervaringen van de cholera-epidemie. Dus die cholera-epidemie, die heeft ervoor gezorgd voor de richtlijnen die nu nog steeds de basis zijn voor het RIVM, voor de GGD's en voor het handelen van de overheid. Er wordt toch besloten om de gemeentereiniging Arnhem uit particuliere handen te nemen en dat naar gemeentewerken te geven. In 1874 wordt de gemeentereinigingsdienst ingesteld. De gemeente is toch tot de conclusie gekomen dat we moeten meer greep krijgen op de reiniging van de straten, op het ophalen van het vuil en van het afval bij de huizen. Een belangrijk punt is de riolering. Want de riolering die kan voor veel hygiënische situaties zorgen. Iedereen is daar eigenlijk wel van overtuigd. En de stadsarchitect in die tijd, de heer Heuvelink, Gent en Lindo, in opeenvolgende volgorde, doen steeds een beroep op de gemeente. Zorg nou dat die riolering wordt gemaakt. Maar dat wordt afgewezen door de gemeente met de slogan, dat is te duur. Ze willen wel wat anders doen. Er komt het zogenaamde open gotenstelsel in 1874. Dan moet je zich voorstellen dat er een wat uitgeholde steen langs de stoeprand komt, waar het vuil dan weggespoeld kan worden. Dus het is gewoon een gootje in een straat. Heeft nog niets met riolering onder de grond te maken. En dit was eigenlijk een compromis. Ze doen wel wat, maar eigenlijk is dit niet een afdoende middel. Pas veel later, 1887, en dan is er ook alweer een tweede cholera-epidemie geweest, wordt eigenlijk gemeentewerken ingesteld. Om eigenlijk de controle te houden op het water, op de vuilnis, ophaaldienst en op de riolering. En pas dan zien we de eerste stap naar het overheidsingrijpen in de zorg en in de hygiëne. En 2 jaar later, en dat komt door de druk die dienst gemeentewerk heeft uitgeoefend op het gemeentebestuur, wordt besloten, we gaan toch een ondergrondse riolering aanleggen. Er waren wel waterleidingen, eigenlijk een overkapte Jansbeek zou je kunnen zeggen, maar dat rioleringen van huis naar huis op een hoofdriool worden aangesloten, dat vindt plaats vanaf 1889. Maar het gaat allemaal heel traag. En ze beginnen natuurlijk bij de rijkere straten, bij de rijkere pleinen. Klarendal, Langstraat en de Weertjes, de Rietenbeek, die moeten wachten tot in de 20e eeuw voordat ook zij een ondergrondse riolering krijgen. Maar bij de cholera draait het om die waterleiding. Wanneer worden die openbare waterpompen afgeschaft? Nou, dat duurt een tijdje. Er komen wel plannen voor die waterleiding, maar die worden weer afgewezen te duur. Het wordt toch weer particulier uitbesteed en er komt een Belgisch bedrijf uit Luik die de concessie krijgt om hier een waterleiding aan te leggen.
die neemt al snel weer de benen, want ze krijgen het financieel allemaal niet rond. En dan wordt de Arnhemse Waterleidingmaatschappij opgericht, die eigenlijk die concessie overneemt. En heel bijzonder, die laten het werk doen door de gemeente. Zij dragen de financiële verantwoordelijkheid, maar het werk moet natuurlijk gedaan worden om die waterleiding aan te leggen en te onderhouden. En daar huren zij de gemeente voor in. Dat vindt de gemeente eigenlijk een hele rare situatie. En pas als de echte liberalen helemaal uit het stadsbestuur zijn verdwenen, komt pas in 1940 de waterleiding formeel in gemeentehanden. En dan hebben we echt de GWAP, de gemeentelijke waterleiding en elektriciteitsdienst. Maar dat is pas vanaf 1940. Daarvoor was het steeds in particuliere handen. En dit was de grote oorzaak van die cholera-epidemie. Als je die waterleiding niet aanpakt, als je niet waakt over de kwaliteit van het water, dan komt een nieuwe cholera-epidemie zo om de hoek kijken. Hoe zag dat dan uit? Nou, dit is die Langstraat waar zoveel slachtoffers waren. U ziet hier een openbare waterpomp, nog in 1900, terwijl in andere straten al de waterleiding werd aangelegd. Hier ziet u dat open gotenstelsel. Hier ging al het vuil in. Nou, dat vuil dat stroomt vlak langs de waterpomp. Dus besmetting van het water, dat ligt er eigenlijk om de hoek. Sterker nog, u mag raden wat achter dat deurtje daar gebeurt. Dat is een gemeenschappelijk wc, een privaat. Ook om de hoek van de waterpomp. Dus zolang die waterpompen nog tot ver in de 20e eeuw gebruikt worden, in Klarendal, in Langstraat, zijn ziektes, besmettelijke ziektes met water, als dysenterie en als cholera, die zijn dan heel snel veroorzaakt. Maar door de cholera-epidemie van 1866 is er toch ook wel wat gebeurd in de stad. Want eind jaren 80 van de 19e eeuw dreigt er weer een nieuwe epidemie, de cholera-epidemie van 1892. En zodra de eerste berichten van cholera-patiënten binnenkomen die in de omstreken van Arnhem een slachtoffers eisen, neemt het stadsbestuur in vergelijking met 1866 een aantal opvallende maatregelen. De eerste is, we trekken onbeperkte financiële middelen uit om deze cholera-epidemie eigenlijk te lijf te gaan. Waren ze in 1866 nog heel erg zuinig, werd elk dubbeltje omgedraaid. Nu wordt er eigenlijk een onbeperkt financiële reserve aangeboord uit de gemeentekast om die cholera-epidemie te bestrijden. Voordat er nog maar één cholera-geval in de stad bekend is, wordt er al een noodhospitaal ingericht in een hotel op de Trans. U ziet daar de afbeelding van. Met andere woorden, er zijn nog helemaal geen ziektegevallen. Maar toch al wordt naast het stadsziekenhuis een tweede noodhospitaal ingericht om daar de eventuele patiënten op te vangen. Vervolgens wordt ook al preventief door die nieuwe gemeentereiniging die er is, wordt ook al de hygiëne onder handen genomen. Het vuil wordt vaker opgehaald, de poeptonnen worden vaker opgehaald, er is strengere controle op het vuil op de straten en langs de huizen. Dus voordat de cholera ook hier maar zijn eerste stap kan zetten, wordt er al meer gedacht aan de hygiëne. Ze weten inmiddels ook wel dat het wat met het water te doen heeft. De juiste oorzaak weten ze nog niet, maar ze weten wel, we moeten snel ingrijpen. De cholera-patiënten gaan in tegenstelling tot 1866 ook meteen in quarantaine. Behalve dat er een noodhospitaal wordt gebouwd in het hotel De Harmonie op de Trans, worden er ook vlak naast het stadsziekenhuis speciale cholera-barakken gebouwd. Noodbarakken, houten barakken. Maar wel om de patiënten te isoleren van de reguliere gewone zorg. Zoals we nu ook met COVID-19-virus zien. Ja, coronapatiënten worden strikt gescheiden van de reguliere patiënten in een ziekenhuis. En die quarantainemaatregel wordt ook in 1892 gehouden. Hadden we in 1866 428 slachtoffers, 1892 nog maar één. Met andere woorden, Arnhem heeft wel lering getrokken uit het verleden. En dan is de vraag, als de geschiedenis
ons mensen een wijze les kan leren, zijn wij dan wijs genoeg om die les tot ons te nemen? Ik mag het hopen. En ik hoop dat de regering ook de lessen van 1866 en 1892 tot zich neemt, zodat we binnenkort met een gerust hart kunnen zeggen: het was een heftige tijd, maar nu ligt het achter ons.